Neil.fun is een spelletjeswebsite. Een interessante website. Een feitjeswebsite. Nou, wat het ook mogen wezen. Er staan gewoon hele leuke dingen op waarmee je tijd kunt verdrijven en dus bezig kunt zijn. Dit zijn alle dingetjes. Uh, laten wij draw logo's from memory doen. Draw de McDonald's logo. Oké, okay, dat is uh, met geel. En dan doe je een M. Ja, toch? Ja, nagenoeg nou, dichtbij. Oké, okay, uh, het Nike-logo. Oké, okay, een witte swoosh. Maar de swoosh is uh, nog misschien een beetje lastig. Oké, okay, met gebrek aan verfijning. Dit is hem ongeveer. Ja. Het Apple-logo. Oké, okay, Apple. Zat er nou een hap in? Jawel, hè. En dan had je dat blaadje hier ook nog. Was hij volledig gevuld? Dat weet ik niet meer. Vanuitgaande dat het niet het geval is... Ja, hij was wel gevuld. Uh, well, nagenoeg dichtbij. Het Starbucks-logo. Tuurlijk, daar kom ik elke dag. Ik weet dat hier zo'n zemermin zat. En die werd afgekapt door een bar. <laughs> uh, zoiets. Uh, het was gewoon een complete cirkel. Uh, <laughs> uh, ik kom er nooit. Amazon-logo. Oké. Okay. En dan was het van de A naar Z. Zo'n pijltje. Zoiets. Amazon. Oh, oh, de A naar Z, niet de A naar N. Ik zei het nog en mijn handen doen anders. Uh, ja, ja nagenoeg. Ja, ja, ja. Het Pepsi-logo. Um, wat kwam er boven, wat kwam er beneden? Was het niet ook met zo'n golfje? Zo, dat is dan rood. Dan is dit volledig blauw, dat volledig rood. En dan staat met de tekst er bovenop uh, Pepsi, als het goed is. Ah, oh, het was exact de andere kant op. Yeah, ja, om me erbij. Uh, Twitter-logo, ja, die bestaat helaas niet meer. Ah, <laughs> oh, dat was zo'n vogeltje. Ja, zo'n vleugeltje, Er zat er nog een vleugeltje? Ah, oh, nee, hij was een beetje naar voren gekanteld, hè? Oh, daar heb ik het fout gedaan. Ah, zo ongeveer. Hij was exact de andere kant op. Alhoewel, kwestie van perceptie? Nee. Het Snapchat-logo. Mm. Ik weet dat dat een spook is. Gebruik het zelf alleen niet. Uh, zoiets en lachte niet toevallig. Hij lachte vast wel. Hij lachte echt totaal niet. <laughs> Geen lachend spookje. Het NASA logo. Oh, verhip. Was de tekst nou blauw? Ik weet het niet meer exact. Uh, maar ik weet dat er wel zo'n soort swoosh. Er zat een soort swoosh overheen met witte sprankeltjes. Ah, het was een cirkeltje natuurlijk. Ah, de swoosh had ik uh, op zich wel in mijn hoofd. Het Google-logo met talloze kleuren. Nu de vraag: welke kleur is als eerst? Ik ben niet zelfverzekerd hierover. Het was wel een hoofdletter en het begon wel met blauw. Scheid. Maar er zit geen logica in deze volgorde. Het Android-logo, dat is een robotje. Die zo, heeft hij een beleiding. Zo, had hij antennetjes? Hij heeft vast wel antennetjes. Armpiece. Uh, ik weet niet of hij armpiece had. Ik zoiets? Armpiece uh, gewoon naar beneden. Hij heeft wel antennetjes. Spotify logo. Oké, okay, die staat op mijn tweede scherm. Dus ik mag niet afkijken. Uh, uh, dat was. Hoeveel streepjes? Ik ga voor vier streepjes. Uh, waarom krijg ik de kleur wit als wit er geen eens in zit? En dat waren drie streepjes. Dat waren de logo's. Goed zo. Oké, okay, let's settle this. Uh, Internet-debatten uh, die voor de eeuwigheid uh, bezig zijn. How do you pronounce dit? Nou, ik ben van mening gif. De maker van de gif zegt gif. En dat is heel irritant, maar het is gewoon een gif. En 84% is daarmee eens. Is de jurk blauw en zwart of wit en goud? Dit is uh, deze jurk. Die uh, kennen we vast wel. Ik uh, kijk hiernaar en ik zie blauw met zwart. En de meeste mensen vinden dat ook. Wat kwam er eerst? Het kip of het ei? Het ei, maar het ei was niet van de kip. Dat is een 50-50. Kom op jongens. Should a sandwich be cut diagonally or horizontally? een uh, gewone sandwich, horizontally, maar een diagonaal. Oké, okay, blijkbaar zijn mensen die erover eens. Uh, is een cereal een soep? Nee, dat is het niet. Toilet paper over of onder? Dit is geen eens een vraag, dat is over. Ja, ik, ik was bijna verbazend Wat gaat er de andere kant op? Nee. Pepsi or Coke. Um, boeit me eerlijk gezegd niet. Pineapple on pizza good. Ik vind ananas niet lekker. Dus dat houdt al op. Star Wars of Star Trek. Uh, ik ben meer van de Star Wars. Should the dark wear pants like this or this? De tweede. Could Jack have fit on the door on the Titanic? Ja, hij zou wel passen. Maar dan zou de deur waarschijnlijk hebben gezonken. Dus... Zou die hebben kunnen passen, is de vraag. Ja. Are hot dogs a sandwich? Technisch gezien wel, denk ik. Sure, ik, ge ik geef die wel. Marvel or DC? Uh, welke de betere film heeft uitgebracht? Maar DC heeft <laughs> minder goede films uitgebracht de afgelopen tijd. Dus dan valt het op Marvel. Should we get rid of uh, daylight saving? Dus wintertijd en uh, zomertijd. Uh, ja, denk ik. Ah, er zit er een beetje half tussenin. Xbox of PlayStation. Uh, PC Master race, kom op. Uh, qua dat zou ik nou zeggen, Xbox. Leven we in een simulatie. Het zou een hele interessante uh, theorie zijn, maar ik denk het niet. Oh, mensen zijn daadwerkelijk 50-50? Of zitten mensen gewoon te kloten? Uh, Die Hard een kerstfilm. Volgens mij Bruce Willis zelf zei dat het niet zo was. Maar weet je, het is wel zo. Middlepiece Brownie of Edge Brownie. Edge. Sock, shoe, sock, shoe? Of sock, sock, shoe, shoe? Eerst je sokken, dan pas je schoenen. iPhone Android, Android. Does a straw have one hole or two holes? One. Uh, smooth or chunky peanut butter? Hmm. Come for the smooth. Hey, de baby Hoeveel wordt er nou eigenlijk uh, gewiept? Uh, baby flashes every time a baby is born in that country. En dan zie je ook eigenlijk wel een beetje van. Kunnen deze landen even kappen met neuken? Ik bedoel, laatst had India al China overgenomen met uh, de, de grootste wereldbevolking op een stuk land. Nu zie je ook waarom. Condomen hebben ze nog nooit van gehoord. Het is echt absurd. Ik zal wel even een timer aanzetten van twee minuten. Tijd gaat nu in. Goed, twee minuten zijn nagenoeg voorbij. De uh, timer, uh, toen ik hem startte, stond India op iets van 59, 58, 59. Uh, het houdt niet op. 130 zijn er nu bijgekomen in nagenoeg twee minuten tijd. Excuse me guys, can you stop fucking? Is Nederland überhaupt wel één keer voorbij gekomen? In de gehele tijd dat ik dit open heb staan, is er één baby verwekt in Nederland. En 215 in India. Dit is absurd. Wauw, ik mag de nieuwste iPhone, mag ik uh, designen? Oké, okay, wat is beter dan één camera? Zes camera's. Ben ik het volledig mee eens. moet uiteraard een powerknop op zitten, dat is wel vanzelfsprekend. Um, doe maar een frontcamera op de homeknop. Zodat die je vingerafdruk kan lezen, dat is handig. Uiteraard mag een antenne niet ontbreken voor beter ontvangst. Dat is, uh, dat is gewoon goed bedacht. Headphone jack, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Dat is extra handig. Oeh, HDMI, plugin, zeker handig. Een pro-handle, uiteraard. Een beetje vergelijkbaar met die Stanley Cup drinken dingen tegenwoordig. Dat is handig, dat is handig. Ja, Pro-wheels doen we er ook even op, zodat we gewoon dat ding op zijn rug kunnen laten rollen. Dat is, uh, dat is handig, dat is uh, innovatief, daar is over nagedacht. Nou, dan zou het natuurlijk ook wel zo fijn zijn als we een steering wheel erop kunnen zetten. Plus, je moet natuurlijk wel gewoon met de telefoon kunnen bellen. Dus daar moet je natuurlijk wel even een, een, een roterende dial voor hebben. Dus die doen we hier. En voor extra aerodynamica en uh, snelheid doen we een copterblade. Dat uh, doen we hier. Moet niet uh, zitten kloten met de antenne. Maar dit komt helemaal goed. Ik, uh, ik wil hem presenteren: This isn't just an upgrade, it's a breakthrough. De oh. <laughs> all new iPhone, starting at $3600. Oh my god, dit is mijn iPhone. Als ik bij Apple zou werken. Dilemma's, dilemma's, dilemma's. Maar dat was hem dan wel weer. Bedankt voor het kijken. Twee video's daarnaast mij. Graag tot de volgende keer. Tot ziens.